Meneer Seren. Hallo en welkom. Hoe gaat het? Goed. Toch? Oh nee, we hadden afgesproken dat we zouden zeggen dat het niet goed is. in een dipje. Valt wel mee, toch? Winterdip? Nee joh, ga luisteren goed. Voel me lekker. Vroeg opgestaan. Ja. Ik mag ook wel een keer. Waarom? Ja, mooi zo. Ik wou eigenlijk ergens anders mee beginnen, maar we hadden het net over simulacrum. En als ik dan naar die hoes kijk en de achterkant en heeft virtuele realiteit en dat aspect, heeft dat invloed gehad op de plaat? Absoluut. Een beetje mijn obsessie van de afgelopen paar jaar, het maken van deze plaat, ging toch wel een beetje over over wat is nou precies realiteit. Mm. Wat is nou echt? En maakt dat überhaupt wel uit? Dus de bubbel en bubblegum. Gaat eigenlijk elk nummer heeft wel een soort referentie naar een soort van in een bubbel zitten. Of dat nou als een groep mensen is binnen een grotere groep mensen, of ik als individu. Of het creëren van je eigen bubbel. En wat is nou echt, wat is nou niet echt? Dus dat is wel een soort kern van de plaat geworden. Wanneer wordt dat de kern van de plaat? Is dat, want je zegt, nou ja, dat idee, daar speel je al langer mee. Wanneer vertaalt dat zich naar muziek en ook op die manier over denken? Het gaat niet super erg van tevoren bedacht of zo. Ik probeer altijd wel, voordat we met de plaat bezig gaan, een soort concept te hebben of een thema. Maar uiteindelijk gebeurt het. Gewoon puur door de obsessies die ik heb in de jaren dat ik aan het maken ben. En het zijn er dan, dus zo gaat het eigenlijk altijd. Het is iets waar ik gewoon heel erg geïnteresseerd in ben een tijdje. Of heel gefocust op ben. En automatisch vertaalt zich dat naar teksten. Hmm. En naar teksten voor de liedjes, zeg maar. Dus, toen ik gewoon veel aan het schrijven was, toen zag ik op een gegeven moment een soort thema ontstaan bij elk nummer, dat het wel. Toen dacht ik, ja, heeft allemaal iets te maken met in een bubbel zitten. Dus zo ging dat. Het was niet heel erg van tevoren bedacht. Meestal wat we van tevoren een beetje als insteek hebben, gaat meer over hoe het muzikaal misschien kan klinken. Maar ook dat ontstaat terwijl we in de studio zitten. Dat heeft ook gewoon te maken met wat voor nieuwe spullen je hebt geleend van iemand of hebt gekocht. Dus dat ging gewoon eigenlijk geleidelijk. Maar toen ik eenmaal door had van, oh, dit zou nog wel eens het thema kunnen zijn, toen kun je er ook wat meer op gaan schrijven. Maar ik vind het onmogelijk om een tekst te schrijven over iets wat me niet super erg interesseert op dat moment. Ik vind tekst schrijven gewoon een van de moeilijkste dingen van in een band zitten. Dus. Kan ik dan aannemen dat het veelal begint bij de muziek? Jazeker. Ja. Want het mooie, in dit geval in deze plaat dan, is het klinkt ook als het onderwerp waarover het gaat. Dus die sound, is die er dan al? Voordat je die teksten erop loslaat? Meestal wel, ja. Want het beïnvloedt elkaar ook heel erg. Ik heb soms ook al demo's die heel erg een soort gevoel hebben, maar dan versterken we dat gewoon met z'n vijven als we het samen gaan spelen. Maar track als Level Up bijvoorbeeld, die heeft heel erg dat Nintendo-achtige vibe. En waardoor ik weer daar in die vibe ging, in die sfeer ging denken van wat kan ik daar nou mee doen. En dat koppel ik dan weer aan een ander gevoel wat ik had, is dat ik het gevoel dat elke minuut dat ik leef nuttig moet zijn of een inspiratie zou kunnen of moeten zijn voor de dingen die ik maak. Dat viel me op bij mezelf.
dat het soms in extreme maat zo was dat ik dat iedereen en alles waar ik mee interacteerde, dat het een mogelijkheid tot een nieuw nummer of een videoclip zou kunnen zijn, zeg maar. En ik bedoel meer die Nintendo sound van dat liedje ging dan ook meer op die waar die level up van komt van telkens door naar het volgende level en dus ja, dat heeft elkaar weer geïnspireerd. Ja, dat is wel grappig, want ik had ook letterlijk wat je nu net zegt opgeschreven: every second needs a purpose. En met het succes van de band, heb je dan ook meer het gevoel dat mensen op die manier naar je kijken? Van wat je zegt, dat alles moet eventueel een samenwerking uitkomen, of moet alles heeft een nut in plaats van gewoon maar wat te doen? Nou ja, dat viel me dus wel. Dat begon ik wel een beetje te merken aan mezelf. Ja, dat ik misschien soms te veel telkens op zoek was naar iets waar ik iets mee kan. Mm. Of zo. En als je heel erg op die manier gaat kijken, dan mis je soms de dingen die die je gewoon kunnen inspireren zonder dat je daar op zoek bent, misschien. Dus ja, daar was ik toen even mee bezig en dat was wel een leuk onderwerp voor een tekst. Maar ik denk zeker wel dat door natuurlijk de situatie waar we in zitten, dat we er wordt eigenlijk in principe de hele tijd iets gevraagd van mij. Als we nu een tour voorbereiden, dan ga ik nadenken over hoe de setlist in elkaar gaat zitten, hoe we dat kunnen opbouwen, et cetera. Als we aan het spelen zijn, en nadenken over wat je kan doen tijdens de show en hoe je er een ontwikkeling in kan maken, dat je niet elke dag hetzelfde doet. En als dan op een gegeven moment de hele rits van de platen voorbij is, dan moet je weer gaan nadenken over wat je nu gaat doen. Dus je moet ook de hele tijd daarmee bezig zijn eigenlijk. Het hoeft niet, maar wel als je een beetje op een soort niveau wil blijven zitten of ergens wil komen. Want de rest doet het ook. In ieder geval die indruk heb ik. Het interessante wat je zegt is wel, je hebt elke keer een cyclus voor een album. Als het dan afgelopen is, zit je dan een beetje gedachten in het volgende project? Of nemen jullie ook wel echt even wat afstand van elkaar en van de muziek om even weer tot jezelf te komen? Nou, vorige keer, toen zei, dat had ik zelf niet in me door, maar toen herinnerde Tim, onze drummer, mij eraan dat ik al in de mastering, bij de mastering van de vorige album O, dat ik toen al zat te zeggen wat ik wilde doen bij het volgende album. Dus dat proces van wat je, zeg maar, ik ben nu al een beetje aan het nadenken over wat we hierna kunnen doen. Okay. Dus dat is niet, dat kan je niet uitzetten. Zeg maar, die trein gaat door, ja. Altijd. Je kunt wel, ik denk telkens als ik net een plaat af heb, of we gaan veel toeren, denk ik altijd van oké, nu, na deze periode ga ik echt een flink stuk kijken of ik niks kan doen. Om gewoon maar shit te maken zonder dat er gelijk al een soort deadline voor staat. Het zou mooi zijn als die dan af is en dan kunnen we dan op tour en bla bla bla. Want zo gaat het altijd. Het wordt altijd meteen weer ingevuld door gewoon hoe het werkt, hoe de machine werkt. Het gaat allemaal vanzelf. Het gaat gewoon, dan het gewoon door. Het is ook onmogelijk om mijn hoofd uit te zetten op die manier. Dat kan bijna niet. Sommige van die muzikale ideetjes voor Bobbekam, waar komen die vandaan? Waar begon de plaat als het ware muzikaal gezien? Verschilt een beetje per nummer, denk ik. Was er één nummer die als eerste een beetje naar boven kwam duiken? Ja, Kitty Kitty was wel. Die spelen we eigenlijk al. Die hadden we eigenlijk al gedaan. En vorige avonds hebben we die al gedaan. Ja, dat was het begin 2017. En toen hebben we die op die tour zijn we voor het eerst gaan spelen. toen gingen we deden we een Europees toertje met jongens van Zimmerman, een Belgische band. En toen eigenlijk, dat was ook de vorm. Dat was wel eigenlijk al hoe die nu is, toch? Ja, de tekst was er nog aan het fine-tunen. Ja, misschien het, de vorm, ja. Korter, langer. Ja, dat was wel een track die we al heel lang hadden. Ja, ja, leuk. Leuk? Ja, nee. Nee, het is leuk hoe die vorm zich zo heeft zichzelf heeft gevonden of zo. Dat is eigenlijk wel gebeurd gewoon in Nijmegen in onze studio. Vanuit een soort ander idee van Torre,
wat veel meer recht toe recht aan was, met een melodisch refrein. En omdat Job toen op een gegeven moment die vette baslijn speelde die erin zit, hebben we eigenlijk alles overboord gegooid en zijn we dat als beginpunt weer gaan nemen. En toen hadden we zoiets van, ja, laten we die gewoon, waarom zouden we die niet alvast gewoon ook live gaan spelen? Dus we hebben, dat is eigenlijk altijd wel wat we willen. We willen altijd nummers hebben die we dan al kunnen spelen, zodat je dat gevoel weer mee kan nemen de studio in. De reactie van de mensen is dan, maar meer van, je voelt dan meer ook gewoon hoe die spanningsboog is en hoe we op elkaar reageren of weet ik veel, wat die muziek op dat moment met je doet of zo. Maar eigenlijk lukt dat bijna nooit. Alleen met Kiddy was moeilijk, die hebben eigenlijk. Nou, en we hebben ook geval, we hebben dus ook in de round gespeeld. Dat was in de Vasim in najaar 2017. Daar deden we shows in Nijmegen waar we een rond podium in het midden van de zaal hadden. En toen hebben we ook Mona Lisa. We hebben Mona Lisa gedaan, wat nog in een hele andere vorm was. Waar het idee, de insteek van de track was ook eigenlijk heel anders. Ging veel meer op een soort kanon of zo. Ja, dat was toch, deden we een soort gitarenkanon, probeerden we dan te doen. En dat is dan weer, daarvan is de tekst dan weer overgebleven. Ja, de vorm van het liedje en in principe ook alleen een hele andere sound geworden. Ja, het is gewoon weer een hele andere kant op meegegaan. Dus dat is wel, we hebben, en ook in het verleden hebben we dat vast, kan me eigenlijk niet zo. Ik weet niet eens meer wat de vraag was. We zijn gewoon aan het praten. Ja, gezellig. Ja. Mooie tijden, hè? De staat. Ja. Laat ik een andere vraag stellen die je op aansluit dan, want wat jij net noemde, Rocco, van was in eerste instantie dat nummer Kitty Kitty was een beetje recht toe recht aan. En nu is naar mijn mening in ieder geval veel van jullie zijn juist niet recht toe recht aan. Dus maken jullie daar een beetje een punt van om er veel dynamiek in te gooien en veel een beetje onverwachtheid in te gooien? We hadden het daar straks nog over. Kijk, hoe ik het eigenlijk nu zie, dit is ons vijfde album. Het heeft, ik denk dat automatisch de onbewuste insteek was van Bubblegum ook van, laten we vooral nummers maken die iets toevoegen op ons repertoire. Ja. En niet iets maar, ik bedoel, dat denk ik dat je altijd probeert, maar je hoeft niet iets, want we hebben al 4 platen die helemaal vol staan. Gewoon minimaal 10 nummers per plaat. Ja. Dus laten we vooral niet iets proberen zo van zoiets zoals we eerder hebben. Ik denk dat ook de reden is dat we nu een plaat hebben die best wel divers is binnen de plaat. En ook, ook qua vorm vaak. Sommige nummers zijn wat crazier qua vorm. Iets minder couplet, refrein, breedste refrein. Sommige nummers ook wel hoor. Maar ik denk dat we daarom ook gewoon iets meer los waren wat dat betreft. Omdat we beginnen steeds meer een lange termijn te denken. Dus ik merk het heel erg aan mezelf, van dat ik niet meer denk van, oké, dit moet het zijn. Want als dit het niet is, dan is het klaar of zo. Dat denk je veel meer bij je eerste en je tweede album. Want dan is het laatste wat je hebt gedaan, is wat je hebt gedaan, ongeveer. En nu, die vibe is nog steeds wel een beetje, maar ik heb toch vooral met dit album van, dit is meer gewoon, je volgt ons. Probeer het meer te zien als Queen of zo. Die ook superveel albums hebben, maar die hebben superveel gevarieerd in hun sound. Ook gewoon wat ze het leuk vinden om te ontdekken. En gewoon dingen aan het proberen zijn en op zoek zijn de hele tijd. En daardoor kun je uiteindelijk volgens mij wel een groot repertoire creëren, omdat je ook interessant blijft gewoon. Er zijn uitzonderingen, natuurlijk AC/DC of zo. Alleen, een van de weinigen, inderdaad. Inderdaad. En dan is het ook nog eens van welke plaat wil je aanzetten. Dat maakt eigenlijk niet uit. Zo ongeveer. Dus, I don't know. Ik vind het wel een leuke insteek. En ik denk dat ook de reden is dat deze plaat wat,
wat lijper is. En sommige tracks best wel zo van een eind wegstaan van wat we eerder hebben gedaan. Maar dat is perfect. Want we hebben nu precies de nummers gemaakt die we nog nodig hebben, denk ik. Nou, je noemde dat. En wat, dit is misschien moeilijk om te beantwoorden, maar wat, wat dacht je dat er nog ontbrak aan jullie repertoire? Misschien is het meer niet zozeer dat er iets ontbreekt, maar dat je wel nog iets kan toevoegen of zo. Het is een beetje een gelul in de breedte, maar bijvoorbeeld. Of de hoogte. Het is altijd interessant om. Ja, ik weet niet of in hoeverre je met opnemen al bezig bent met hoe zoiets bijvoorbeeld in de live situatie zijn plek gaat vinden. Maar op een gegeven moment merk je gewoon van, oh, dit nummer bijvoorbeeld bij Me Time, hadden we dat heel sterk. Dat, dan merk je gewoon van, oh shit, dit is een goede opener, weet je wel. En bij Kitty Kitty merkten we eigenlijk al dat dit is eigenlijk een goede afsluiter. En dan konden we ook weer het oude, setlist, of ik weet niet of dat, ja, op een gegeven moment denken we misschien op die manier over die muziek ook. Het is altijd lekker als je, vooral als je een nieuwe tour ingaat, willen we altijd in ieder geval een nieuwe, als je de set begint met een nieuw nummer beginnen, als je en de set ook afsluiten met een nieuw nummer. Ik heb alle andere dingen voelt altijd een beetje als een. Ja, als je dat niet hebt op je nieuwe album, dan heb je misschien geen goed album gemaakt. Ja, maar... want als je het moet afsluiten met een van die oude. Ja. Dus weet je, want dan is een beetje gemakzucht of zo sluipt daar, kan er dan insluipen van. Want je weet gewoon, oh ja, als we beginnen met waar begonnen we altijd mee, Pep Talk. Ja, dan heb je ze gelijk, weet je. En je eindigt met Witch Doctor. Ja, oké, succes verzekerd. Doe allemaal je ding. succes verzekerd. maar het is nou juist... Ook omdat wij misschien een ontwikkeling hebben doorgemaakt de afgelopen jaar. Periode. Maar het is ook niet zo dat we echt schrijven van... Dit hebben we nog nodig, want dat is een... Nee, als je dat kan doen, is een super luxe positie. Maar meestal moet je een beetje roeien met de riemen die je hebt. Zo van, ik ga schrijven en er zijn een aantal dingen die... Gewoon heel veel dingen die afvallen, want die krijg ik niet goed voor me. Die krijg ik niet werkend. Een aantal dingen krijg ik wel werkend. Dan hebben we daar van een aantal dingen. En dan kunnen we volgens met de band kijken, oké, die gaan we uitwerken. En dan werken er een aantal niet en dan werken er een aantal wel. Dus uiteindelijk heb je een lijst van nummers... Die gewoon werken. Dat is eigenlijk wat er neerkomt. Mm. En dan is een groot deel van het proces is ook gewoon hoe het gaat. Mm. En, ja. En dat blijkt dan gewoon goed te passen ook soms. Maar en dan kun je langzamerhand steeds meer naar een richting sturen. Maar het is niet zo dat je alles van tevoren helemaal kan uitdenken. Nee, werkt het helaas niet. Nee, we merkten onderwijl van volgens mij zou dit goed hier passen of wat dan ook. Ja, inderdaad, wat je zegt.